ben... Op Hayu ben ik Real Housewives of Beverly Hills aan het kijken. Maar dit seizoen is heftig. Maar ik heb letterlijk een uurtje, want ik moet me klaarmaken, want Marien komt. En wij gaan naar het concert van Kevin in Amsterdam. Dus ik heb echt letterlijk 40 minuten om dit eventjes goed te maken. Maar ik ga dit luisteren op de achtergrond. Because there's a whole lot of drama going on. And since I missed that in my life, I'd like to see it in someone else's. Alles lijkt ineens een droom. Ik word wakker zonder jou, dus ik bouw je maar je neemt niet op. Zomaar voel ik me nu fucked up. Voel ik me fucked up. Misschien ben ik laatste tijd te hard gegaan. Hey guys, I got ready. Ik ga heel even mijn batterij laten laden voor 20 minuutjes. En ik ga me aankleden en dan zie ik jullie zo. Thuis al ben ik maanden weg geweest. Allemaal buiten, ik geef het uit, ik ben beschadigd. Yo, je weet, dan ben ik hier met twee dingen in mijn kamer, voelt het leeg. Bos me uit, dan niet mijn hartje. Hallo guys, ik ben thuis. Het concert was super tof. Er kwamen ook best wel veel artiesten met wie hij FT's heeft, kwamen ook op. Dus het was super gezellig, het was echt een geslaagd avondje. We hebben even eten gehaald, want het is 12 uur bij Marrakesh en wij gaan nu lekker eten. Ik ga een broodje bocadillo eten met Kefta, want daar heb ik zin in. Somaya heeft sausjes met hrida. En Marien zit daar lettuce te eten. Ook super lekker. Helemaal in haar mood. Morgen iedereen, welkom bij een nieuwe dag. Ik zit inmiddels in de auto, ik ben al aangekleed. Ik ga namelijk naar Alaya's first birthday party. Alaya is het kindje van Vadim. Super schattig. Very excited to be there. Ik had haar baby shower vorig jaar gemist omdat ik in het buitenland was. Maar tante Selma is er dit keer wel bij. Haar cadeautjes hierachter. Ik heb zo'n speelgoedauto voor haar gekocht. Very cute. Met haar naam op de kenteken. So that's very cute. Ik laat jullie straks even zien wat ik aan heb. Ik ben lekker in het wit. Een neutrale kleur. En ik ga nu onderweg daarheen. En ik zie jullie als ik daar. 1, 2, 3, 4, 5 uur in zandtuin. Oké, guys, het feestje is voorbij. Ik heb echt een nieuwe crush. Dat is Sainty, kindje van Chloe. Hij is zo cute. Hij wou heel de tijd, zegt hij, toe, toe, toe. Hij wou heel de tijd dat liedje van Rima, van Soundgasm horen. Dat was zo cute. Ik laat even snel zien wat ik aan heb. Dit pak is van Sleeper. Aan de onderkant dezelfde details. Tas Chanel. En mijn schoenen heb ik voor het eerst aan. Deze zijn van Manolo Blahnik. Oké, guys. Ik ben thuis. Ik ga even iets anders aandoen. En dan ga ik naar Wagamama. Want Marwa en Rida zijn daar. En ik heb wel zin in een noedelsoep. Ik heb even deze trainingspak aangedaan. En nu ga ik lekker een soepje eten. Het gaat er wel lekker in, TBH. Ik ben bij Wagamama en ik heb een ramen soep. Rida hetzelfde, maar die van hem is al op. En Mar is er ook en zij heeft curry. Nou, ik ga dit lekker verder eten. Wow, ik word net beschouwd door Marwa, want ik zeg ramen, maar het is overal ramen. Dus ik eet ramen. Good morning guys, het is de volgende dag. Na Wagamama zijn we nog bij mij thuis gaan chillen. We zouden eigenlijk naar de film gaan en uiteindelijk, blijkbaar kan je dus met Pathé je kaartjes teruggeven aan Pathé en dan krijg je je geld terug. Dus Marwa had al kaartjes voor ons alle drie besteld en toen zaten we op de bank en we waren een podcast aan het kijken. En het duurde ook een uur, anderhalf. En toen dachten we nou, skip the movies en toen zijn we uiteindelijk niet naar de film gegaan. En blijkbaar is het nieuw, althans Marwa die vertelde het, want ik wist het niet en Rida ook niet. Dat je dus je kaarten, als je je bedenkt bij Pathé, dat je je kaarten terug kan geven en dan krijg je het geld gestort op je rekening. Als je online je tickets hebt geboekt, which is like a whole different world for me, ik wist dat niet.
Maar goed, het is nu inmiddels 11:15. Ik ga nu heel even naar de zonnebank en dan ga ik even mijn haar doen. Want ik heb today een pancake date met Saya. Hij en ik gaan Japanese pancakes eten because we've been craving it. En hij kan niet met Mar gaan. En toen zei ik, duh, I'm always down for pancakes. Dus jullie gaan gezellig mee vandaag. See you guys in 20 minutes. Woo! New person. Hoedes. Ik ben even onder de zonnebank geweest en ik heb even mijn haar meteen laten doen. Want ik moet zo wat filmen thuis en ik wil vanavond eigenlijk ook nog uit eten. Als ik dat haal allemaal. Voor nu ga ik lekker pancakes eten. Als het goed is, is Jasper er al. En ik ben er echt met 5 minuutjes. They're tearing up an apartment or a building behind me. Heel Rotterdam is letterlijk aan het verbouwen. You can park nowhere these days. Nowhere, I tell you. I'm gonna eat pancakes. That will make me happy. Hey, hoe je ruikt, het is al thuis, al ben ik maanden weg geweest. Allemaal buiten, ik geef het uit, ik ben beschadigd, ik wil je weten. Al ben ik hier met twee dingen in mijn kamer, voel het leeg. Bos maar uit, dan niet mijn hartje, wil hem staken. Oké, guys, I got dressed. Ik draag een Skims, a bodysuit. In een beetje een groen, grijsachtige kleur. Deze broek is van Naked. Die heb ik enige tijd geleden eigenlijk uitgekozen voor een haul. En shoes, obviously, Amina Muadi, tas Bottega, vintage YSL ring. En dit zijn ringen van La Manso. En ik ga nu naar Encore en lekker een hapje eten met Ramona, cause she's in town. So we're gonna meet up. Look at this pretty girl. Ze schaamt zich nog een beetje voor de vlog. But look how pretty she is without makeup. I'm home, guys. Het was heel gezellig met Ramon. Leuk om haar weer te zien. We hebben plan om naar Parijs te gaan voor denk ik 2 dagjes. Maar dat moeten we echt even kort dag plannen. Ik heb mijn gezicht even schoongemaakt en lekker ingesmeerd. Ik ga lekker slapen. Ik ben begonnen aan Spartacus. Ik ben nu bij aflevering 3 van seizoen 1. Maar veel mensen zeggen dat het lekker wegkijkt. Ik heb alles al gezien op Netflix. Ik heb gewoon letterlijk niks meer om te zien. Lijkt wel. Dus ik ga denk ik nog deze aflevering afkijken in bed. Er is nog een half uurtje over. En dan ga ik lekker slapen. Ik moest net 2 campagnes filmen. Althans vandaag. Ik heb net eentje gefilmd. En ik had vanmiddag ook eentje gefilmd. En die heb ik lekker doorgestuurd naar Ivy. Zodat zij die goed kon editen. Ik ben best wel moe. Ik ga lekker vroeg slapen. Zodat ik lekker vroeg wakker word. Ik merk dat ik echt de laatste tijd lekker ben geweest. Ook met content maken voor Instagram. Maar ik moet eerlijk bekennen dat voor mij het beste werkt als ik gewoon op vakantie ben. Zeg maar, ik moet gewoon een paar dagen weg ergens heen. En dan maak ik gewoon like, de beste content. Dus Mar, Adeda en ik hebben sowieso voor een paar dagjes naar Londen geboekt. Want I miss going to London. En ik moet echt, I really want to eat burgery. En Nando's. So I'm very excited to go. Maar ik ga lekker in mijn bed liggen. En oké, guys. Ik ben weer lekker thuis. Het is inmiddels 12:00. Het was echt gezellig. We doen het meestal niet met de hele vriendengroep. We hebben met z'n allen een WhatsApp groep. En dan zeg ik altijd, oké, guys, we need to get dressed up. Ik ben gewoon letterlijk vergeten hoe het is om in Nederland uit eten te gaan. En je lekker aan te kleden en je verheugen om iets leuks te doen. De afgelopen 2 jaar heb ik dat alleen in het buitenland gedaan. En like, I kind of missed it here. Want het enige wat ik hier dan doe is letterlijk werken. Maar I was like, no, everybody's gonna get dressed up and we're going to dinner. En gisteren ben ik ook naar Encore gegaan. Dus I was so proud that everyone showed up and we did it. Coach Carter, dat ga ik kijken. Any Netflix recommendations, please, in de comment sectie. Want ik wil echt oprecht dingen zien die ik niet heb gezien. Kijk, alle series die populair zijn, I watch them. Alle oude, I watched everything. So if you guys think you have something for me that I didn't watch, holla at your girl. Maar ik vond het echt gezellig hier met z'n allen lekker bij Fico eten. Ik vind Fico ook een betere Italiaanse restaurant. Een van de betere, if not the best eigenlijk. En we hadden het over weer op vakantie gaan. Mar, Ridda en ik hebben een tripje gepland naar Londen. Want ik moet daar sowieso even heen voor werk. Maar dat is echt maar 1 dagje. En toen dachten we, oh, nou, dan doen we nog 2 dagen eraan vast. Want we zijn ook heel lang niet naar Londen geweest.
Dus dat is heel gezellig. Ik wil ook nog iets anders vertellen. Nee. Ik ben eigenlijk echt heel blij dat ik een vlog weer heb opgevuld. Ik heb een beetje de smaak te pakken, heb ik weer het idee. Ik neem mijn camera overal mee. Mijn oplader die is standaard where it's supposed to be. I'm doing amazing. I hope you guys enjoyed the vlog. Oh ja, over de extra video's. Ik heb een Q&A op mijn story gezet. Ik vroeg mensen om bepaalde vragen. En I saw a very cute and cool questions. So I'm gonna do a Q&A. Ik heb ook heel veel gezien over mijn house tour. En ik denk niet dat ik een huistour meer ga doen. Toen ik hier net introk, wou ik dat wel doen. Sterker nog, ik heb echt beelden door iemand professioneel laten maken. En het leek me super leuk om mijn interieur met jullie te delen. En gewoon hoe de indeling van mijn huis eruit zag. Maar ik denk dat ik dat niet ga doen. Er lopen heel veel gekken rond, jammer genoeg. Dus ik wil mezelf niet in een positie zetten waarin ik het makkelijk maak voor mensen. Ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben. Maar mochten jullie vragen hebben over bepaalde meubelstukken or whatever, I'm here to answer all of them. Al moet ik echt eerlijk zeggen, ik heb heel mijn huis eigenlijk met Erik Kuster gedaan. Dus letterlijk alle meubels die jullie zien en accessoires zijn van Erik Kuster. Maar ik kan altijd vragen wat precies is. If you guys are interested. Oh, and also I wanted to ask something. Ik wil daar en daar nog steeds twee schilderijen. So, als jullie goede opties voor mij hebben, let me know. Want dan kan ik dat checken. Ik ga de vlog lekker afsluiten. Want morgen gaan Ridda en ik lekker in de avond naar Parijs. En ik wil in de ochtend nog even inpakken en naar de kapper. Ik had mijn haar vandaag gesteld omdat het vettig was. Dus dan kan het lekker goed stijl blijven. Maar ik wil het morgen weer gefeund hebben. Want ik heb kaartjes voor een concert waar ik very excited over ben. En Ridda ook. Dus daar gaan we morgen heen. Maar dat vertel ik jullie allemaal wel bij de volgende vlog. Want anders ben ik de volgende vlog alweer bij deze aan het verklappen. En I need to know when I keep my mouth shut. So yeah. Dankjewel voor het kijken. Ik vond het weer gezellig om met jullie te kletsen. Kunnen jullie dat vertellen? Want ik ratel altijd superveel. Nadat ik jullie heel lang niet heb gezien of gesproken. But I love you guys and I hope you enjoyed. En tot de volgende vlog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende vlog.